Koopman. In de drukte, nu uit de lucht. Oh! Ja, goede bal. De eerste van VVSB door Niels van Pelt. Van de Putten. Snel op de huid gezeten. En dan dit. Ja, wat een goal is dit zeg. Wat een schitterende goal is dit van Van der Zwet. Hij staat bijna over de helft, over de middenlijn. Maar een klein stukje. En hij schiet hem in één keer binnen. Kevin Van der Zwet. Die maakt hij nooit meer. Zo mooi. Fecunda. Montigny. Sneller dan de Rijk. Montigny. En de redding van Valk. Goeie aanname van Vermeulen. Hagari en nu Montigny. En de redding van Ruben Valk. Op de benen. Van de Putten is weg. Appel is voor buitenspel. Wordt niet gegeven. Nu Van de Putten. En daar. Oh, bijna de eigen goal van de Rijk. Nou, die maakt het even spannend. Is dit buitenspel of niet? Nee, zegt de arbitrage. En dan de Rijk. De Rijk. Zwart niet. En dan Bekooi. Daar is de gelijkmaker. Tommy Bekooi. 1-1. De Rijk met de vrije trap. Zwart die hem dan voor de voeten van Bekooi ziet komen. En dat is een koud kunstje voor Tommy Bekooi. Arroyo. Weer Arroyo. Van ver. Arroyo. Maakt het zichzelf moeilijk. Raus en Bouwmeester. Wie is er voor de goal? Nog niemand. Dus Bouwmeester doet dit. Ja, daar moet Valk voor in actie komen. Van Pelt. Fecunda. VVSB zoekt de aanval. En een goede kopbal en een goede redding en een goede goal. Nee, Van Boksel krijgt hem weg. Lisse leeft toch. Nog eens kijken. Fecunda. Uitstekende kopbal daar. Van Nielen. Dan krijgt Koopman hem er niet in. Fecunda. Net op tijd. En nu VVSB. Maar ze zijn met weinig. Fecunda moet dus wachten. Dit is een goede bal op Koopman. Koopman. Wordt hij daar vastgehouden? Nee, zegt Bronsvoort. Wel degelijk wordt daar het shirt getest door Van der Zwet. Maar de oudspeler van AFC krijgt geen strafschop. Raus. Tafila niet. Raus. Bouwmeester. Ja, Fecunda kwijt. Bouwmeester weer in de korte hoek. Dat deed hij eerder ook al. Tafila. De goede. Scherp. Maar Bouwmeester heeft hem. Tafila legt klaar. En dan is dit de goal. Nee, goede redding van Valk zeg. Prachtig gepakt van die doelman van VVSB. Inzet was van Fokkema. En een heerlijke redding van die doelman. Teuns. En dan is dit het laatste fluitsignaal van een wedstrijd die in de eerste helft vermakelijker was dan in het tweede bedrijf. 1-1, dat is de afspiegeling van beide ploegen. Dat is ook de eindstand bij de wedstrijd tussen VVSB en FC Lisse. Was dit nou een echte bollenstreek derby? Wat vind je? Ja, vind ik wel. Als je kijkt hoeveel mensen erop af zijn gekomen. Gelukkig heeft het weer ook een beetje meegeholpen. Want het was niet best gisteren en vanochtend. Maar ja, prachtig. Dit zijn de wedstrijdjes waarvoor je het doet. En in het veld ook af en toe bajonet op geweren? Ja, klopt. Ja, op scherps van de snede. Ja, dat moet ook. Ja, dat hoort erbij. En dan maak je ook nog de eerste goal in de geschiedenis van deze bollenstreek derby. En wat voor een? Vertel maar. Ja, ik zag dat die bal er een beetje tussen kwam. En ik dacht,
Ik moet hem hebben, anders ja, ik ben een van de laatste mensen natuurlijk. En als je die bal laat gaan, dan kunnen ze misschien zo doorlopen. Dus ik dacht, ja, volle bak, hij moet. Ja, eerst dacht ik dat hij over was, ik zag het niet. Je zag me kijken van, zit hij wel? En toen kwamen ze naar me toe dat hij zat, dus ja, toen schrok ik hem eigenlijk dood. Het was dik 40 meter, hè? Ja, ongeveer wel, ja. Ja, zo heb ik ze nog niet vaker gescoord.